Hallo mensen, tof dat je kijkt naar deze gewoon nieuwe video van de KVO Stende Carrière Mode. We gaan weer verder met het seizoen. De eerste wedstrijd ga ik moeten simuleren. Ik ben benieuwd wat ons team gaat doen en we winnen met 0-3. We moeten zoveel mogelijk wedstrijden winnen als we willen promoveren. We staan nu tweede. De eerste plek is dus haalbaar. We gaan eraan beginnen, een kans creëren. Nee, we kunnen er niet door, helaas. Ja, dat was een goede teken van mij. En nu van de Driessen voorzetten. En we halen nog een hoekschop uit. Oeh, dat was mooi gekopt. Eerste keer ik scoor met een met het hoofd. Normaal scoor ik nooit uit corners met het hoofd. Ja, het ziet er naar uit dat we rusten met een voorsprong tenzij zij nu een goede tegenaanval inzetten. Oh ja, ze komen dicht in de bij doel. Ja, nu dan misschien. Voorzetten en koppen. Dat is slecht gekopt. Nee, daar gaan ze. En ze scoren. Een gelijkmaker. Snel aan ons om weer te scoren. No. Oeh. Ik kan er nog scoren hier. Met deze situatie. Oké, nu dan afwerken. Hoop ik geen buitenspel. Het doelpunt is gegeven. Van den Driessen. Ja, ik weet dat dat Nieuwries is, hoe jij zijn naam uitspreekt, maar ja, Van den Driessen is gewoon veel makkelijker om te zeggen. Het is mooi uit te vallen. Nog eens scoren. Mooi zo. Van den Driessen met zijn tweede vanavond. En zo gaan we winnen met 3-1. Of wordt het misschien toch nog 4-1, wie weet. Ja, afgewerkt, nee. Hoe zit het eigenlijk met mijn scouts? Volgens mij was ik bezig met een scoutnetwerk. Ah, nog niet echt spelers die ik echt zou willen hebben. Dit ga ik dan ook simuleren. Dit winnen we met 0-2. We mogen weer eens beginnen. Als we thuis spelen, mogen we meestal altijd beginnen. Mooi gedaan, eerste doelpunt van de wedstrijd. Afwerken, mooi gedaan. 2-0, het zal een makkelijke avond worden. Afwerken, goed gedaan. 3-0. Niet opgeven. Dit gaat te makkelijk. Mijn 4-0 rust erbij is wel goed. Oeh, misschien nu. 5-0. Die speler die wel rust verdient. Misschien al 6-0 worden. Oh, dat is slecht gedaan. Nu dan. Nog werd nog aangeraakt. Schieten. Wat? Dat was echt raar. Dat was de hoekschop. Dan, hup. Raakte hem heel raar aan en dan... jij zit er nog in. 6-0 overwinning. Mag ik blij mee zijn, ook al is het tegen een niet zo goed team. Ja, dit is de eerste interessante speler. Armin van Schoois ga ik even afwijzen. Daar heb ik niet echt interesse in. Tijd om te simuleren.
denk dat we dit ook wel winnen. En we verliezen. Ai ai, is niet goed. Ik ga toch wel vaker wedstrijden simuleren. Dan gaan we rapper door het seizoen heen. Oké, we winnen met 2-0. Oké, nu is de uitwedstrijd simuleren. Winnen we ook met 0-2. Ja, voor een wedstrijd is het denk ik toch wel het sterkste team in deze competitie. We staan nu op een gedeelde tweede plek. En als we deze winnen, staan we heel erg goed voor de strijd om promotie. Dus deze wedstrijd wordt de volgende aflevering gedaan. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik je terug bij een volgende video. Dus ja, doei doei.